Hoi, en leuk, ik kijk naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en het is eigenlijk al het einde van de middag. Vandaag thuis een aantal dingen gedaan en ik heb net lekker even mijn haar gewassen en gedoucht. Mijn beddengoed heb ik nu even in de wasmachine zitten. Ik moet alleen nog even mijn kamer stofzuigen, maar ik weet niet of ik daar vandaag nog tijd voor heb. Want ik moet er zo vandoor. Het is nu 3 uur en ik moet om 3:30 bij de dokter zijn. Het is namelijk weer zover. Anders gaat er helemaal fout in mijn lichaam, echt. Maar die gaan weer even een afkeer tegen me gekregen. Dus dan gaan we maar weer naar de dokter. Mijn huid is trouwens ook echt weer slecht opeens. Nou, helemaal niet opeens. Ik ben wederom weer door mijn pil heen ongesteld geworden vorige week. En ik ben nu alweer 1,5 week ongesteld. Ik ben er echt zo klaar mee. Ik dacht eigenlijk dat het, nu ik deze nieuwe pil zou hebben, dat het mee zou vallen. En dat het beter zou worden. En het ging ook echt even beter. Maar ja. Nu weer minder. Goed, ik heb daardoor dus ook echt weer een slechte huid. En ik zie super bleek. Maar goed, nee, we gaan niet zeuren nu. Want het is een nieuwe week, nieuwe kans, zeggen we dan. Maar goed, ik heb dus even snel gedoucht. Even lekker chill pakje aan. En dan ga ik dus naar de dokter. Dan kom ik na de dokter thuis. Dan moet ik even mijn spullen pakken. En dan ga ik naar de stad, want ik moet dus oppassen. Maar daarvoor moet ik heel graag nog even naar de H&M. En naar de Dille en Camille. Ik moet om 6:30 oppassen, dus dat red ik wel daarvoor. Maar goed, dus even verontschuldiging van mij dat jullie naar dit gezicht moeten kijken. Ik heb ook echt geen zin om iets van make-up op te moeten doen, dus dat doe ik ook lekker niet. Wallen ook, gadver. Ik ben gewoon toe aan vakantie. Ik ben terug van de dokter en ik ben me nu toch even een beetje aan het klaarmaken. Want ik vond dat ik er wel een beetje heel slecht uitzag. Maar goed, dus ik doe lekker even een trui eroverheen aan en dan mijn jas en dan moet het al goed komen. Het ging trouwens goed bij de dokter. Ik heb een, dus wat plekjes op mijn arm. En ik wist maar niet wat het was. En toen dacht ik dat het misschien een huidschimmeltje was. Dus daar had ik een crèmetje voor gekocht bij de, drogist. Alleen dat hielp maar niet. En het werd nog steeds erger. Dus ik ben nu even teruggegaan naar de dokter. Maar het is een soort eczeem. Dus ik heb nu daar een antibiotica crème voor geschreven. Een soort eczeem crème. Dus ik hoop dat dat snel gaat werken. Oké, ik vind het prima. Ik ga nu naar beneden. Ik ga even mijn tas inpakken. Ik neem mijn laptop lekker mee. Want dan kan ik mijn vlog van vorige week bewerken. En dan ga ik review van door. Nou guys, ik ben aan het oppassen. En ik heb net even mijn weekvlog van vorige week bewerkt. Ik heb echt 2 lijpe pukkels. What the fuck? Kinderen liggen allemaal te slapen. Ik heb net mijn vlog van vorige week bewerkt. Ik ga zo lekker een kerstfilm kijken. Echt zoveel zin in. Het is nu 8:50 en ik denk dat ze rond 11:30, 11:30 zoiets thuis zijn. Dan ga ik lekker even een leuke film kijken nog. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ben even aan het klaarmaken, want ik ga namelijk zo met Gaia eventjes een koffietje doen. Want zij is morgen jarig. Ik heb wat make-up op, want ik moest namelijk eventjes een video filmen voor een samenwerking. Maar ik heb iets te veel bronzer per ongeluk gedaan, dus dat moet ik eventjes gaan fixen, zie ik nu. Want dit ziet er echt niet uit. Wow. Kijk, dit licht is toch weer anders, dus ik heb toch minder zicht in het licht. Ik ga dus straks naar de stad. Even koffietje doen met Gaia en dan ga ik vanmiddag naar Bayou. Want dat heb ik daar met Sjoe afgesproken. Maar ik had gisteren nog wat gekocht in de stad voordat ik ging oppassen. Namelijk een pyjama. Dan kun je denken, waarom koop je een pyjama? Het is een hele mooie soort van satijnachtig zwarte pyjama met een lange broek en een lange blouse. Want ik ga dus vanmiddag binnenkort mijn verjaardag vieren. En ik wil dus een beetje iedereen een soort van in pyjama of chill kleding laten komen. Zodat het echt meer een beetje een leuke girls night wordt. Dus ik moest ook nog even een leuk pyjama hebben, want dat heb ik helemaal niet. Tenminste, ik had een hele leuke kerstpyjama, maar die is dus in het droger geweest. En die komt nu echt tot mijn knieën. Ik ga snel mijn vitaminepillen nemen. Dan ga ik naar beneden. Ik moet echt nog even die bronzer fixen, want dit is niet oké. En dan ga ik er zo vandoor. Nou. Prikkerade wie de morgen jarig is. Ja, we gaan even naar de winkel. Naar de H&M. Gaan we shoppen. H&M. Ik heb zo'n vuist, wat fuck. Leuk, nee, dat valt niet. Dat valt niet mee.
Nou, ik zit in de auto. Want ik ga nu even naar Bayou kantoor. Daar heb ik met Jules zo afgesproken. Ik ben er denk ik wel eerder dan dat zij er is. Okay, ik ga nu alvast, want het is nu 3:00. En het is vanaf nu al druk op de weg. En ik heb geen zin om op de heenweg die kant een beetje in de file te staan. En om dan op de terugweg ook nog in de file te staan. Dus dacht ik ga nu alvast. Ik ben alleen mijn lippenwas om vergeten. Oké, okay, ja, ik ga nu rijden. Dus ik zie jullie strakjes weer. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Ik sta even in de badkamer. Ik ga zo lekker douchen. Maar mijn lippen zijn zo droog. Oh. Het is echt even niet normaal. Het doet helemaal pijn. Dus ik ga even lekker douchen. Lekker lippenwasempje op doen. En dan lekker een chill outfitje aantrekken. Want we gaan lekker op de bank met z'n allen zitten. Maar het was echt super gezellig met chill. Chill woont natuurlijk nu in Bali. Dus zij is nu een soort van op vakantie in Nederland. Dus het is extra gezellig om haar dan te zien. Want 2,5 maand niet gezien. Dus dat. Oh my god. Nee. Shit. Mijn hele. Hè? Mijn hele. Hè? Hoe kan dit nou opeens lekken? Mijn hele face wash. Nou, hè? Wat kan dat nou lekken? Haar natuurlijk heel lang niet gezien, dus dan is het extra leuk om haar weer te zien. We waren even naar de Primark geweest, daar had ik wat dingen gekocht. Ik wil even nog snel aan je laten zien voordat ik ga douchen en lekker klaar maak voor chill avond. Ik had dus deze trui gekocht. Ik had hem niet gepast. Ik moet zeggen dat ik hem aan iets minder leuk vind dan hoe die er zo uitziet. Omdat het kraagje best wel zo van breed is, maar het is in ieder geval een hele. Ja. Chille trui wel. Hij is grijs. Hij valt wel heel klein, want ik heb hem in de maat XL en dat valt eigenlijk gewoon meer als een S. Ik heb ook nog een setje met van die haarbandjes. Dat zijn tegenwoordig ook helemaal een ding. Het is deze oorbellen in het zilver en in het goud. Ik vond ze echt super cool. En ik vond ze in het zilver ook wel cool. Ik wil ook weer wat vaker zilver dragen, dus deze die waren maar 3,50 euro. Dus. En Jules laat mij nooit met lege handen naar huis gaan vanuit Bayou. Dus dat is something new. En dit is dus van de Lounge collectie. Deze body. En hij zit zo mooi. Hij is echt. Mijn borsten komen er heel mooi in. Het is echt prachtig. Dus los van bikinis hebben ze ook lounge kleding. Sowieso kleding, beachwear ook. Echt zeker even de moeite waard om te checken. Maar goed, oké, ik ga lekker douchen en dan lekker. En het is al 5:00 sinds het einde van de dag. En ik heb eigenlijk de hele dag niet heel veel boeiend staan. Ik ben vanmiddag samen met mijn broer met zijn huisgenoot naar de stad gegaan. Toen gingen we stemmen. Zijn we even gaan lunchen. Een beetje gaan shoppen. Ik heb een paar kleine dingetjes gekocht. Maar dat ligt beneden. En toen kwam ik thuis. En toen was het tijd voor mijn wekelijkse schoonmaak. Ik doe altijd één keer per week mijn hele kamer schoonmaken. Stofzuigen, dweilen. Lekker alles afnemen met een doekje. En het was ook weer tijd om mijn bed te verschonen. Dus dat heb ik ook weer lekker gedaan. Dus het is weer helemaal clean. Echt, dat vind ik de fijnste momenten van de week. Als het weer helemaal schoon is in mijn kamer. Maar goed, er waren nog wel wat pakketjes ook binnengekomen. Maar dat ligt beneden. Dus dat ga ik eventjes halen. En dan ga ik dat aan jullie laten zien. En dan ga ik daarna lekker douchen. Ik ga mijn haar lekker wassen. En ik ga me even scheren. Want morgen heb ik weer een laserafspraak. 2 jaar geleden was ik begonnen met laser. Alleen toen ging ik naar Bonaire.
En daarna heb ik het eigenlijk nooit meer herpakt, zeg maar. Dus ik ga nu weer beginnen, wel bij dezelfde Gentle Skin Clinic in Den Haag. Het is echt een super fijne salon, dus ik ga het bij hun weer, weer doen. Vandaag ben ik voor de, even nadenken, zaterdag was een week, zondag. Vandaag voor de 11e dag ongesteld. Ik word echt helemaal gek. Maar ik heb nu maar een stopweek ingepland. Dus dat betekent dat ik alsnog weer ongesteld ga worden de komende week. Maar ja, mijn lichaam kan het allemaal niet aan. Dus vandaar dat ik de afgelopen dagen misschien ook niet heel veel gefilmd heb. Want ik ben altijd best wel ziekjes als ik ongesteld ben. Ik ben heel misselijk. Ik heb heel veel last van pijn. Dus ja. Ik heb net even al mijn sieraden uitgezocht. En oh mijn god, jongens. Ik heb zoveel weggedaan. Dit zat eerst helemaal vol met ringen. Nou, daar heb ik alleen nog maar dit van over. Dit zijn gewoon ringen die ik... Nou, dit gebruik ik zeg maar vaak. Als ik een leuk extra ringetje om wil hebben. En dit zijn gewoon een beetje nostalgische ringen of zo. Die wil ik gewoon niet wegdoen. Hier heb ik een paar van die apartere oorbellen. Oorbelletjes die ik vaak pak. Dan heb ik hier nu eigenlijk al mijn oorbellen. Ik heb heel veel oorbellen weggedaan. Want ik had er echt superveel. Een klein bakje met een paar kettingen. Nou, dit is gewoon... Deze heeft mijn tante gemaakt bijvoorbeeld. Ik ben niet meer echt een hele sieradenpersoon. Ik heb gewoon eigenlijk altijd mijn standaard sieraden om. Maar ik wil het wel bewaren. Een paar armbanden, een paar bedels zitten hierin. Ik heb heel veel weggegooid, want dat was een beetje verkleurd of lelijk. Maar ik heb ook echt nog best wel dingen over. Maar ik ga even... Mijn zus slaapt vanavond hier. Ga ik even aan haar vragen wat zij hiervan wil. Maar dan heb ik in ieder geval weer even mijn fijne setup zo. Deze bakjes heb ik trouwens ooit op AliExpress of op Shein besteld. Morning, het is vandaag donderdag en ik ben me eventjes aan het omkleden. Dit is niet wat ik vandaag aantrek, maar dit is een pakketje dat ik gisteren heb binnengekregen van ASOS, Usuals, ASOS. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar in ieder geval van dit merk. Ik had dus deze top gekregen. En oh my god, jongens, mijn borsten hierin is niet normaal. Ik heb ook nog zo'n zilveren broek gekregen, maar hij is net iets te groot. Eigenlijk. Waardoor het een beetje soort van hier een beetje te groot zit. Maar goed, ik heb er vandaag echt al best wel een dag op zitten. Ik moet over een uur vandoor. Want ik ga naar Den Haag. Om weer lekker te lezen. Misschien is het wel leuk voor vanavond. Want ik heb dus vanavond de opening van het winterterras ding. Toch misschien is dit wel leuk. Ik moet dus even mijn outfit meenemen, want ik weet dus niet of ik gelijk doorga daarna, na het lezen. Want ik ga sowieso volledig in de file staan. Daar heb ik echt geen zin in, maar goed. Ik heb ook net een jas gekregen van hun en nou, ik ben echt verliefd op deze jas. Ik vind hem zo chill. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Als die al geldig is, zal ik hem even in beeld zetten. Maar ik ben echt heel blij ermee. Ik heb ook nog een glitterblazer in dezelfde stof als de top. Eigenlijk heel graag dit aan vanavond naar winterterras. Ik weet alleen niet of het too much gaat zijn. Dat echt mensen denken, waarom de fuck heb jij dit helemaal aan? Oké, ik weet nog niet wat ik vanavond aantrek. Ik heb besloten dat ik in ieder geval... Dat ik nu straks naar de lezerafspraak ga, dan kom ik gewoon thuis. Want ik weet nog niet wat ik aan moet. En ik wil me misschien ook even opfrissen. En in principe, mijn lezerafspraak duurt niet heel lang. Dus ik denk dat ik het nog even heb. Alleen ligt er echt een beetje aan hoe erg de file gaat zijn. Dus dan kom ik thuis. Dan kan ik dan even zo mijn outfit stress doen. Kan ik even mijn haar bij doen. Mijn hoofd bijwerken en dan ga ik naar Amsterdam en Suus appte net dat ze misschien ook mee gaat en zij woont ook in Leiden, dus dan kan ik met haar rijden. Dan rijd ik in ieder geval niet in mijn eentje, zeg maar. Dus... Het is 4:15 en ik ben klaar bij het lezen. Het ging helemaal prima. Ik heb dus altijd een hele hoge pijngrens. Met dit soort dingen, met tatoeages heb ik dat ook. En ze vroeg elke keer, ja, voel je het al? Nee. Oh, voel je het nu? Nee. Dus voor de eerste keer weer. Ik had het de vorige keer ook toen, de eerste keer. Ze zei ook, ik keek in het systeem. En voor de eerste keer was hij de vorige keer echt al heel hoog. Kan ik even snel wat eten thuis? Even paracetamol nemen, want... Oh, ik had eigenlijk echt makkelijk kunnen gaan. Het is heel dom wat ik nu doe. Echt, maar echt heel dom. Ja, nee, ik ga focussen op de weg, want dat is belangrijker. Doei! Zij!
tegen mij. Hij is van mij. Hij kan het alles. Ja. Jongens, goedemorgen. Ik zie er heel slecht uit. Oh my god. Sorry, maar wat is dit? Letterlijk, wat is dit? Ik dacht vannacht dat het leuk was om mijn haar een vlechtje te doen. En dat ik misschien van die leuke waves vandaag. Nou, sorry. Ik weet niet waar het is fout gegaan. Maar dit zijn geen leuke waves. Dus ik heb volgens mij iets te veel paracetamol genomen. Dan dat eigenlijk mag. En ibuprofen. Maar het werkt wel, dus prima. Maar ik ga zo heel veel met mijn moeder snel de deur uit. Want ik moet heel veel een cadeautje kopen voor mijn broer. Ik heb vanavond namelijk de housewarming van mijn broer. En zijn huisgenoot dus. En ik had al een tijd geleden voor mijn broer wel een cadeautje gekocht. Alleen ja, bij een officiële housewarming hoort een cadeautje, vind ik. Dus ik ga even een... Volgens mij wilden ze een plant. Dus ik ga een plant voor hem kopen. En wasparfum. Wij gebruiken hier thuis altijd de wasparfum van... Volgens mij is het gewoon van wasparfum. Wasparfum.nl of zo. En dan de geur Zircona. Ik krijg altijd complimenten als ik dat heb gebruikt in de was. Maar oh my lordy. Ik kan niet meer. Oh, wat erg. Ik had volgens mij nog helemaal niet het pakketje laten zien van Old J. Want ik heb een leuk pakketje van hun ontvangen. Ja, mijn moeder was nog enthousiaster dan ik. Volgens mij die vindt het helemaal geweldig. Want die is helemaal fan daarvan. Sowieso al deze maskers. Die had mijn moeder dus al besteld vorige week. Dus thanks mam. En er zit een oogschaduwpaletje in. Dit is een contourstick. Ben ik heel benieuwd naar. Een lipolie in de kleur Juicy. En ook een lipolie in Bella. En volgens mij heb ik deze dus al. En die is echt zo chill. Dus ik ben ook heel benieuwd naar die ander. Dit is die Miracle Cream volgens mij. Ja, die Miracle Blur. En die ga ik aan mijn moeder geven. Want mijn moeder bestelt deze daar altijd. Zij heeft echt al 4 potjes hier wel gebruikt. Dus ik denk dat ik haar hier wel blij mee kan maken. Hetzelfde geldt voor vitamine C serum. Ik kan dus niet tegen vitamine C serum. Dus ik weet niet of ik de enige ben. Maar ik krijg er heel erg pukkels van. En dan nog een highlighter en een blush. En ook nog een mascara. Dus oh mijn god, ik ben echt helemaal verwend. Het is inmiddels avond en ik moet even make-up aan het doen. Want ik ga er zo vandoor. Tenminste, ik ga er helemaal niet zo vandoor. Het is nog best wel vroeg. Alleen omdat het buiten donker is, lijkt het echt heel laag. Oh, ik had al mijn appjes. Die heb ik niet gezien. Ik ben even vlog van... Oh. Fleur aan het kijken in de tussentijd. Maar ik dacht, ik ga hem alvast klaarmaken. Want dan voel ik me misschien ook wat... nuttiger. Ik heb uiteindelijk voor mijn broer een kerstboom gekocht als cadeau. Tenminste, een klein kerstboompje. En er zat dan zo'n sneeuw op. Vond ik helemaal leuk. Dus dat heb ik gedaan. En dan heb ik zelf bij de HEMA nog lampjes gekocht. En van die mini kerstballetjes. En dat heb ik erin gedaan. Dan heeft hij een beetje een soort leuk Christmas vibe. En natuurlijk die wasparfum. Ik had in de coronatijd een keyboard gekocht. Omdat, ja, ik verveelde me toen. Ik heb hem weer aangesloten. En we gaan even kijken of ik nog het enige stukje wat ik kon, of ik die nog kan. Want ik heb dus nooit piano kunnen spelen. Wat ik echt heel jammer vind. Want hoe leuk is het als je piano kan spelen? Ik vind dat echt heel cool. Ik wil heel graag nog steeds beter willen leren. Ik zit trouwens nu op de logeerkamer. Niet dat jullie denken, waar zit zij? Ik ga proberen. Ik weet niet of jullie zo blijven zitten. Ja. I'm gonna try that. Zie maar. Hey. Waarom staat het zo achter met hard? Want die vorm is die niet. Oef. Maar ik vind het te hard staan. Ik vind het echt... Nee. Ik vind het dus echt moeilijk om die vingers goed te houden. Want ik ga de hele tijd per ongeluk op een ander ding. Kijk, zie je? Dan gaat het net met mijn ene duim zo... Een beetje zo. En dan heb ik de dikke vingers. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Ik begrijp niet hoe mijn kamer elke keer zo'n troep kan zijn als ik de deur uit moet. Mijn make-up niet zo mooi zitten. I don't know why, but on that one really, it is niet echt aan het geven, zeg maar. This is going very freaking wrong, actually.
I am not looking very flattering today, but that's totally fine. Ik ga lekker vroeg, zoals ik al zei. Dus ik ook weer lekker vroeg in mijn bed. Bedje kan liggen dadelijk. Dat vind ik echt een heel erg strak plan. Heel deze kleur hervonden van MAC. Lipliner in de kleur Dervish. Een beetje vaseline erover. Nou, een beetje. Voor een heel huishouden staan hier. Maar. Oké, guys, ik ga er vandoor. Dus ik zie jullie later weer. Dit is de outfit. Lekker basic. Het jasje is van Ego. En er zit zeg maar nog een deel onder. Dat ligt hier. En dat kan je er dus zeg maar aanritsen. Dus dan heb je een lange spijkerjas. Maar ik vond hem zo kort wel leuk. Oh, kut, komt hier erin. Ik film even met mijn telefoon. In de garage. Oh, ik sta in de garage. Maar dit... De hele garage is letterlijk helemaal vol. Terwijl ik denk, het is Leiden. Doe even normal. Zo dadelijk denk ik. Ik zet hem maar hier, want ik ben er klaar mee. Goed, snel. Nou, ik ben al helemaal verzopen van het ritje net naar de auto. Ik heb de kerstboom hierin zitten. Hij zit echt heel klein. Alleen, ja, wel echt heel cute. En dat was perfect. Ik ga dus dan naar mijn broer toe. En dan misschien dat ik daar iets film, misschien ook niet. I don't know. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik heb me al klaargemaakt. Ik trek even een trui aan, want zo warm is het ook weer niet om alleen een topje te lopen. Hele boeiende planning vandaag. Ik ga zo meteen heel even naar de winkel. Ik moet even naar de, hoe heet dat? Hema, want ik vier over precies een week vier ik mijn verjaardag met vriendinnen. En ik wil alvast even leuke dingen daarvoor kopen voor de tafel en zo voor de aankleding ervan. Dus ja, ik heb even een beetje make-up opgedaan. Concealer, bronzer, wenkbrauwen. Je kent het wel. Mijn haar heb ik ingeolied en in de staart gedaan. De staart zit echt verschrikkelijk. Sowieso staat deze haardoek mij nooit heel goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Alleen, vandaag lukt het echt niet. Er zitten overal bobbels in en ik dacht, weet je... Het maakt me echt even niet uit. Dus dat is de planning. Opruimen. Pakketjes inpakken. Nee, cadeautje inpakken. En naar de dinges. En dan moet ik vanavond oppassen. Van 6:30 tot 12:00 ongeveer. Zo, ik heb even een trui eroverheen aangetrokken. Maar ik heb dus echt het gevoel dat ik deze week niks buiten de deur heb gefilmd. Dat ik ook eigenlijk bijna niet buiten de deur ben geweest. Ik ga heel veel excuses aan jullie aanbieden. Maar ik had deze week gewoon echt even een beetje een soort van dipje qua filmen. Ik heb echt... De hele week zoveel last gehad van ongesteldheid. Dus ja, ik weet niet. Mijn hele mood is dan 360 graden gedraaid. En dan heb ik echt nergens zin in. Dus ook niet echt in het filmen. Waardoor ik eigenlijk best wel een aantal dingen gewoon nog niet gefilmd heb. Dus ja, sorry daarvoor. Ik hoop dat ik komende week niet meer ongesteld ben. Maar ja, you never know met mij. Want ik ben inmiddels alweer 2 weken ongesteld. Maar dat ik dan wel weer dingen gefilmd. Ik ga sowieso natuurlijk... Komende week wel echt heel veel dingen doen. Echt hele leuke dingen ook. En mijn verjaardag. Nou, tenminste niet mijn verjaardag, maar mijn verjaardagsfeest. Feestje. Cute. Klinkt leuk. Oeh, alright. Wow. Oké, guys. Ik ben weer thuis. Oh, het heeft zo hard geregend. Ik ben net van de trap gevallen ook. Ik laat jullie heel even snel zien wat ik heb gekocht. Is misschien wel leuk om te zien. Van de week. Oeh, ben ik Xenos. Heel veel kaarsen gekocht. De water kan ik niet laten zien, maar in ieder geval... Deze kaarsen in allemaal verschillende hoogtes en maten. Want ik wil graag dan de hele eettafel vol met kaarsen. Wit tafelkleed gekocht. Ik weet niet of ik echt een tafelkleed ga gebruiken. Maar ik dacht, ik kan in ieder geval eentje kopen. En als ik die mooi vind staan, kan ik het ook wel zonder tafelkleed doen. Dan heb ik dit gekocht. Ook dit weet ik nog niet of ik het ga gebruiken. Maar het is zo'n soort slinger. Ik dacht, misschien kan ik dat leuk tussen die kaarsen door zo over de tafel laten lopen. Maar moet ik ook nog even kijken als ik het zeg maar echt ga opdekken of dat leuk is. Ik heb even deze tasjes gekocht. Want deze vond ik echt heel erg leuk voor kerstcadeaus. Ik heb namelijk een paar kerstcadeaus die een beetje lastig in te pakken zijn in inpakpapier. Dus oh. Vond deze servetjes heel schattig. Ze zijn een beetje lila kleur. En dan ga ik erbij dus roze rozen doen. Dus het wordt een beetje roze, goud, wit. Een beetje vibe. En ik vond dat ik nog niet genoeg kaarsen had. Dus ik heb ook nog bij de Hema wat kaarsen gekocht. Ze zijn wel ietsjes witter. Maar vind ik op zich ook wel leuk staan. Dat je dan een beetje twee kleuren wit hebt. Dus ik heb, ja, ik heb er maar 3 kaarsen daar gehaald. En dan had ik deze naamkaartjes gehaald. Alleen ik ga
die oortjes eraf knippen, dat je alleen dat gouden hebt. En dan heb ik ook nog van die ledlampjes gekocht. Alles wat ik voor mijn verjaardag heb gekocht. En er was ook nog een pakketje geleverd bij een postpunt. Die heb ik ook opgehaald. Van Connected. En om te beginnen heb ik dit topje. En dan staat er zo aan de onderkant Connected. En dan dus dit jasje. En ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Ik ben vooral benieuwd hoe ik dit het leukst kan stylen. Het is dus een cropped. Een cropped, hoe heet dat zo'n ding? Trenchcoat. In het een beetje donker bruin. Maar ik denk het is wel leuk op een hele zwarte outfit. Met dat topje eronder en dan dus een zwarte broek erbij. Goed, dat is eigenlijk alles wat ik heb gekocht en wat er binnen is gekomen. Ik ga nu in ieder geval even alles opruimen. Ga ik gelijk ook mijn kamer even opruimen, want dat is echt, echt nodig. En dan is het daarna alweer tijd om weg te gaan, want ik moet dus om 5:30 al oppassen. Nou, ik denk dat dit wel genoeg kaarsen moeten zijn voor op de tafel. Zo, het kamertje is er een beetje opgeruimd. Ik ga even 2 cadeautjes ingepakt. Die kunnen in de grote doos daarbij. Bedje is weer lekker opgemaakt. Dus ja, even dit opruimen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En volgens mij is letterlijk vandaag de eerste dag deze hele week dat ik op tijd wakker ben. Nou, op tijd wakker. Ik ben altijd vroeg wakker. Maar dat ik letterlijk, zeg maar, voor 12:00 al gedoucht en wel ben. De afgelopen week was natuurlijk echt, ik voelde me de hele week niet lekker door die ongesteldheid. Dan blijf je toch langer in je bed liggen, ga je bank hangen en dan begin je de dag toch later. Dat is nice. Ik heb wel echt nog steeds super erg gewallen. Maar ik ging vannacht ook best wel laat slapen, want ik was best laat thuis van het oppassen. De wondjes van mijn pukkels die gaan ook steeds beter. Dus ik ben helemaal blij. Ik heb net voor een TikTok allemaal producten uitgeprobeerd van All J. Goulson Beauty. En oh my god, deze is zo fijn, deze contourstick. Ik moet alleen nog even kijken, aftasten of ik er geen puistjes van krijg. Maar hij is echt heel chill. En de verpakking is echt heel mooi. Dus nu nog hopen dat ik er geen pukkels van krijg, want ik vind hem echt heel mooi. Maar goed, ik ga even lekker ontbijten zo. Dan ga ik daarna even naar de stad, want ik had bij de Douglas een cadeautje. Tenminste, een ding gereserveerd. Ook voor mijn moeder, dus die kan ik ophalen straks. Die is nu nog met de Black Friday sale, dus dat is top. Even een koffietje doen, denk ik, met mijn broer in de stad en dat is het. Ik ben dus in de stad, maar het regent zo hard opeens. Nee, ik kan het niet zien, alleen het regent echt tering hard. Ik heb net bij de H&M 1 ding gekocht. Puur zodat ik deze grote tas kon krijgen waar alles in kan. Alleen bijvoorbeeld dit gaat echt nat regenen als ik nu ga fietsen. Kijk, dat ik nat regen vind ik niet zo heel erg, want ik hoef toch niks meer te doen vandaag. Zo, ik heb nu allemaal pukkels. Wat is dit nou weer? Ja, ik weet niet of ik het kan zien, maar het regent echt tering hard. Nou, ik ben weer thuis. Ik ga jullie laten zien wat ik heb geshopt. Ik heb sowieso kerstballen gekocht, maar die liggen al beneden. Goed, 2 leuke, een soort stokbroodje en een oestertje heb ik gekocht voor de boom. Maar dat heb ik beneden gelaten, want heb ik boven niet nodig. Ik heb nog een superleuk kerstcadeautje voor mijn honden gekocht. Een zwarte, of een rode tennisbal was het en er stond een Mary Hoefness op. Nou, sorry, ja, ik vind het fantastisch. Maar die ben ik kwijtgeraakt onderweg. Of ik heb hem daar niet in de tas gedaan, I don't know, maar ik heb hem niet hier. Ik ging namelijk zijn tas leeghalen en het zat er niet in. Dat vond ik heel jammer. Maar goed, ik heb nog dit inpakpapier gekocht bij de Flying Tiger. Die vond ik ook heel erg cute. En dit tasje vond ik ook leuk. Ik kan precies trouwens wel laten zien welke cadeaus ik heb gekocht. Want volgens mij kijkt er niemand uit mijn gezin mijn vlogs. Hema ook nog 2 van deze gekocht. En ook nog deze. Want ik heb ook een paar hele kleine cadeautjes. Dus ik dacht, dat is daar wel leuk. Dan heb ik zo'n set gekocht bij de H&M. Met zo'n massage ding voor je shampoo en zo. En een microvezel handdoek. Mochten mensen trouwens ook nog een goede stickerverwijderaar weten, let me know. Want ik heb allemaal van die stickers op mijn laptop en die wil ik eigenlijk af. Ik ben er een beetje klaar mee, maar ik krijg ze er niet vanaf. Ook nog even bij de Douglas. Van Marie Stella Maris. Een handzeep van Objects Amsterdam voor moeder. Maar stiekem meer voor mezelf. Want deze is echt fantastisch. Wij hebben hier ook de geur, hoe noem je dat? Geurstokjes van. Die zijn echt top. Van de Douglas. Deze. Die rook echt. Ja, in de winkel rookt deze echt super lekker. Deze. Die heb ik eigenlijk niet geroken. Maar het was de enige voor de mannen. Dan heb ik nog even extra een setje lampjes gekocht voor mijn verjaardag. Bij de boekhandel een boek voor mijn vader. Dus ja, ik
Het is nog niet eens december en ik heb alle kerstcadeaus al. Ik heb voor iedereen ongeveer 6 cadeaus verkocht. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik ben echt de grootste kerstfanaat die er bestaat. Nou jongens, we zijn echt even wat tijd verder. Maar ik kreeg even een klein beetje een aanval. Want ik vond dit inpakpapier toch niet meer zo mooi. En I know, dit is echt papierverspilling. Ik kreeg gewoon echt even een error. Want ik vond het gewoon niet meer mooi. En ik vond het inpakpapier paste niet bij wat ik zeg maar nu had gekocht. En ik wilde per se alles leuk bij elkaar matchen. Dus ja, het is heel erg. Maar ik heb alles uitgepakt. Nou, het waren ook niet zoveel cadeaus die ik al had ingepakt. Maar de cadeaus die ik heb ingepakt, of die ik al had ingepakt, heb ik uitgepakt en opnieuw ingepakt. Cute is dit inpakpapier. Ik vind dit echt fantastisch. Deze hele doos zit nu helemaal vol met cadeaus. Kijk, dit inpakpapier, dat kan op zich. Ja, oké, dat vind ik eigenlijk ook verschrikkelijk. Maar daar heb ik nog wel veel van over. Dus daar kan ik nog wel een mooi ding van doen. Er komen dus nog een aantal cadeaus binnen. Ik heb voor 4 cadeaus heb ik die tasjes. Voor mij eentje. Ik koop ook gewoon cadeaus voor mezelf. Maar goed, die heb ik alvast goed ingecalculeerd. Want dat zijn cadeautjes die niet heel makkelijk in te pakken zijn. Zoals dit, weet je wel. Dit is vierkant, dat is makkelijk. Maar dat zijn allemaal van die cadeaus met rare hoekjes of dingen. Of dat is niet mooi als je het inpakt. Ik ben helemaal ready voor de kerst. Ik heb er helemaal zin in. Ik ga trouwens wel deze vlog afsluiten. Want ik ga nu echt niks meer doen. Ik heb echt een hernia van het verkeerd zitten. Ik voel het gelijk in mijn rug. Dus ik ga lekker beneden op de bank zitten met een kop thee. Lekker chillen. En ja, dat is het. Dus bij deze wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de vlog leuk vond. Vergeet je geen duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal. Volgende week wordt echt heel erg leuk. Ik ga volgende week mijn verjaardag vieren. Ik heb een fotoshoot. Dus dat wordt echt alleen maar heel erg leuk. Dus ik hoop jullie bij volgende video weer te zien. Doei doei!